Uit bezorgdheid voor kinderen die lijden aan autisme heeft de Chinese ambassade in samenwerking met de Stichting voor Autisme een filmdag georganiseerd. Deze filmdag is speciaal bestemd voor kinderen, ouders, leerkrachten in het speciaal onderwijs en gemeenschapswerkers. Deze prijswinnende film over een kind dat lijdt aan autisme en zijn moeder is op 2 november vertoond in TBL Cinemas. Not everybody understands the problem of autism. And more especially, an autistic child is not understood and has not enough communication skills to explain what he or she is feeling. But again, it's a broad spectrum, and we have autistic children that are very, very bright, even at an academic level. And we had, at the other end, we had autistic children that are not stimulated and cannot develop well. Autisme is wereldwijd een heel bekend probleem, nog niet zo bekend in Suriname, maar we merken wel dat alle kindertjes met het autisme spectrum stoornis, zo wordt het dus officieel genoemd, dat die tegen heel veel problemen aanlopen. En er zijn drie grote eigenschappen die deze kinderen hebben. De eerste is in de sociale interactie. Dat wil zeggen, de mate waarin zij interacteren met hun omgeving, dat wordt niet door hun begrepen, maar wordt ook door de omgeving niet begrepen. Een tweede is in de communicatie. Deze kinderen hebben als het ware vanaf de geboorte problemen met de taalontwikkeling. En dan gebruiken ze neologismen, dat zijn eigenlijk zelfgemaakte woordjes. Of ze gebruiken een taaltje die door anderen niet begrepen wordt. En wat ze dan ook hebben, zijn eigenschappen, we noemen het repetitieve gedragingen. Dus ze zijn eigenlijk constant bezig met iets en daar zijn ze best wel star in. Dus het is moeilijk voor hun om over te schakelen naar een andere activiteit. He, dus dit zijn in het kort, er zijn nog zoveel andere eigenschappen. In de psychologie zeggen we ook, er is een eigenschap, we noemen het theory of mind. En dat wil zeggen dat deze kinderen, later pubers of volwassenen, dat het heel moeilijk voor hun is om in de belevingswereld, in de gevoelswereld van anderen te komen. People have to understand them much better. Other people that don't have it. Because sometimes in their world, they're closed up, you can say. And sometimes they can't express themselves and other people don't understand them. So what we like to have is that other people understand what's wrong with them. And so they can understand. And in that way they can develop themselves much better in the society. And especially at school, because they have a lot of problems at school because they are always in their own world. And yes, that is one of the biggest problems they encounter. The film we are going to see today is an award-winning Chinese movie, which has shown during the 4th film festival this July in Paramaribo with warm feedback. The film entitled My Running Shadow tells the story of the life of a boy with Asperger's syndrome, a milder autism, and his single mother. The life visitor is shown vividly from the perspective of the boy, with emphasis on his mathematical talent and his interesting and colorful inner world. There are hard times as well as happy moments for the mother and his son. And the weird boy, in the eyes of others, lives happily thanks to the patience, understanding, and care from his loving mother. Dear friends, people living with autism is a special group of people who are members of our big social community. We should respect them, care them for them, understand them, and help them. In this regard, it takes the united effort from the government, the society, the parents, schools, employees, employers. Perhaps we could draw inspiration from this strong and persistent mother.
And that is, never lose hope. Never give up. Try to get into their inner world, make them happy with love and understanding, and improve their life with a scientific approach. In 2015, Rotary Suriname established the Stichting for Autism, which through various activities tried to achieve the following goals: to improve the living conditions of people with autism in Suriname, to create a knowledge center from which information and or advice can be provided to stakeholders, means of promoting diagnostic knowledge and treatment strategies for autism, and last but not least, to create awareness about autism in the community.